Het is elk jaar weer spannend, de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten. Ook in dorpen en steden in Overijssel werden ze toegezongen. Zoals in Enschede, waar duizenden kinderen en de burgemeester klaar stonden op de kade. Goedemorgen Sinterklaas. Ja. Goedemorgen voor Radio Televisie Oost. Hoe vindt u het om hier weer te zijn? Geweldig, geweldig. Het is altijd een feest om hier weer aan te komen. In het prachtige Overijssel. Het mooiste stukje Nederland, jazeker. Je hebt heel veel pieten meegenomen weer, hè? Ja, ieder jaar heel veel pieten. Maar we zijn onderweg wat pakjes kwijtgeraakt. We hebben in een enorme storm gezeten. Maar kijk eens, Enschede en de zon schijnt weer. Mooier kan het niet. Ja, het is super elk jaar weer natuurlijk. Ik moet zeggen, het was wel erg koud op het water met de boot. In Spanje hebben we nu toch al gauw minimaal 20 graden. En het is hier toch wel frisjes, maar met de opkomst hier, al die kinderen, ja, elk jaar is het natuurlijk weer super. Heb je vannacht nog wel een beetje geslapen? Ja, een klein beetje. Dat was spannend natuurlijk, hè? Mm-hmm, ja. Ja, hè? Ja. We zijn heel blij dat hij er is, hè? Ja. U heeft hele grote schoenen, denk ik, hè? Dus dat worden flink veel cadeautjes. Ja, ik hoop het, maar Sinterklaas doet het altijd ook wel eerlijk, hoor. Die kijkt niet zo naar de grootte van de schoenen. Maar die weet heel goed wie er bij die schoenen hoort en past daar het cadeau volgens mij altijd goed op aan. Ik ben blij dat Sinterklaas er weer is. En alle cadeautjes. Thank you.